Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada weten te winnen. In de mooie slotfase wist hij de Ferrari van Carlos Sainz achter zich te houden. De derde plaats op het podium was voor de man die een goed weekend kende, namelijk Lewis Hamilton. Verstappen kende een waanzinnige goede start in Montreal. De Nederlander schoot als een raket van zijn plek en wist een eventuele aanval van Alonso te vermijden. Bij de krit-interviews direct na afloop van de Grand Prix gaf verstappen aan dat het vandaag toch wel moeilijk was om de Ferrari te kloppen. Ja, dat de crash van Tsunoda en de daaropvolgende safety car hem dan ook niet echt hielpen. Ferrari was erg snel in de race. Het was lastig voor mij om het gat te krijgen. De laatste paar ronden waren heel erg leuk. Gelukkig zijn we dit jaar snel op de rechte stukken en dat helpt enorm. Over het algemeen waren zij, Ferrari, erg sterk in de race. Dus het was moeilijk om het tempo te volgen. Ja, zijn teamgenoot Sergio Perez moest in ronde 9 al noodgedwongen stoppen. De Mexicaan kreeg problemen, waardoor hij zijn RB18 naast de baan moest parkeren. Ja, na afloop van de race weet Perez wel te melden dat de versnellingsbak al flink versleten was. Dus een oude bak. Dus ja, Red Bull moet er wel bovenop zitten. Want een gebrek aan betrouwbaarheid is wel heel erg pijnlijk. Helemaal met deze uitslag. Al dus zet je Perez. Ook Schumacher moest met problemen stoppen. En dat is wel extra pijnlijk. Omdat die eerste punten nog steeds moeten komen. En hij vandaag wel echt de beste papieren ervoor had. Ja, de man die wel een goed weekend had. Was Lewis Hamilton. Hij kwalificeerde zich als vierde. En wist uiteindelijk de derde plek binnen te slepen. Op dit moment zijn ze een beetje te snel voor ons. Ik heb alles gegeven, maar we komen dichterbij. We moeten blijven pushen en hopelijk kunnen we dan uiteindelijk het gevecht met deze gasten aangaan. Onze pace was best goed, met name tijdens de tweede stint. Ja, ik had dit niet verwacht. Het is mijn tweede podiumplaats van dit seizoen, dus het voelt heel bijzonder. Al dus, Lewis Hamilton. Ja, gaan we gelijk door naar de stand bij de coureurs. Verstappen, die had het dus erg lastig met Sainz, maar won uiteindelijk wel de race. Ik kan 25 punten bijschrijven. Sainz werd tweede en pakte de snelste raceronde. Ook Russell en Hamilton pakken veel punten, terwijl Leclerc de schade beperkt houdt. Een vijfde wordt. Perez scoort geen punten, waardoor de Nederlander op zowel Leclerc als Perez uitloopt. En ook Fernando Alonso is weer terug in de top 10. Ja, Sainz was trouwens wel echt tevreden met de race-pace en de manier waarop hij druk op Verstappen kon zetten tijdens de race. Alles geprobeerd, we waren dichtbij. Volgende race gaan we het weer proberen. Al dus, Carlos Sainz. Nou goed, was hem dan? De Grand Prix van Canada, hoeveel sterren geef jij deze race? Dat kan van 1 tot en met 5 sterren. Laat het weten in de comments hieronder. En morgenochtend zijn we er gewoon weer met een gloednieuwe GPFans nieuwsvideo. Tot dan. Hoi.